Dag kijker, welkom bij Herbakker TV en welkom bij de favoriet van. Vandaag zit bij ons in de zetel Anita van Wanbeke. Jawel, dag Anita, goedenavond. Dag Geert, goedenavond. Anita, ik kende jou niet, want jij woont eigenlijk nog niet zo super lang in Eeklo. Vertel eens kort wie je bent en waar je voor staat. Ik ben een echte Gentenaar van roots. Ja. En ik ben nu 10 jaar Eeklonaar, zou ik moeten zeggen. Ja, mooi. En van de eerste moment lid van Herbakker, omdat ik zeer graag theater en muziek en alles wil beleven. Niet voor televisie zetten, maar iets beleven in een theater. Dus je hebt voorbij 10 jaar meer in de zeteltjes hier in de zaal gezeten. Ja. Dat is mooi. Welkom Anita en fijn dat je als ambassadeur van het Cultuurhuis ook even jouw favoriet komt toelichten. Jij hebt gekozen voor een stuk uit monoloog van Tom Lanois. Waarom heb je hiervoor gekozen? Omdat het mij enorm ontroerd heeft en ook doen nadenken heeft. Ik heb mijn boekje uitgezocht voor mee te brengen vandaag en ik contacte dat ik eigenlijk dat stuk gezien heb een dag na de aanslag in Parijs in de Bataclan. En ik verschoot er eigenlijk van dat het eigenlijk al 5 jaar geleden is. Ja. Het gaat zo vlug. Voor alle duidelijkheid, het gaat over pleidooi van een gedoemde moeder. Ja. Waar Vivian de Munck eigenlijk de mama speelt van een gedode terrorist. Ja. En dan vertel jij inderdaad, jij komt de dag nadien hier in deze zaal kijken naar een verhaal dat eigenlijk de dag voordien zich in het echt afspeelt. Ja, ja. Had je toen je dan naar de voorstelling hier kwam geen schrik of dacht je van dit is wat vreemd, want ik ga ook naar een zaal? En... Ja, we hebben daar wel over gepraat, hè, want ik kwam samen met mijn vriend naar hier en we weten ook, er is hier geen uitgang. Of het zijn de ingang, ja. Zoals ik het zo moet zeggen. En zeggen, hoe gaan we dat nu wel doen? En dan hebben we gezegd, dat gaat wel bij ons niet gebeuren. Allee, ja. We gaan daar toch naartoe gaan kijken. Maar er waren wel veel lege plaatsen. En ik denk dat er dan toch veel mensen de beslissing genomen hebben van niet te komen. En dat vond ik wel jammer. Want het opent wel je ogen. Je bekijkt het ook op een andere manier. Een terrorist heeft ook een moeder en een vader en familie. En die mensen zijn eigenlijk ook slachtoffer. En je begrijpt dat dan meer als je die monoloog gezien hebt. Ja, ze speelt het ook enorm sterk. We gaan even kijken, Anita, naar een stukje, een fragmentje van Theater Malperthuis. Hij heeft gedood. En hij is gestorven voor symbolen. En zo heb ik zijn moeder hem 2 keer verloren. 1 keer als zoon en 1 keer als lijk. Ze maken van hem afwisselend een held. Of een beest, zonder tussenweg. Barbaar of martelaar. Ik zoek hem. Een kind van mij en geen trofee van een of ander groot gelijk. Het is wat iedere ouder denkt. Dat hij zijn kop eerder zal neerleggen dan zijn kroost. Het tegenovergestelde, dat is botweg tegen natuurlijk. Ja, hard en je wordt er ook niet zo vrolijk van nee. Als je het ziet. Anita, je bent zelf ook mama. Ja. Kan je het je voorstellen wat het moet zijn om dit mee te maken? Dat moet enorm zijn. Er zijn geen woorden voor, denk ik. Ik weet niet hoe dat ik me zou voelen als men nu komt zeggen, uw kind is dood, maar of uw kind heeft gedood. Ja. Ik denk dat het even aardig is. Ja. Allee, voor de ouders als
Ja, misschien wel dubbele pijn, ja, omdat ja. je het ene ja. misschien moeilijker kan plaatsen dan het andere, toch? Ja, ja. Ik heb onlangs nu gelezen dat na de Bataclan er twee vaders, zowel een vader van een slachtoffer als een vader van een terrorist, samen contact op met me elkaar genomen hebben en samen een boek geschreven hebben. En ik ga er nu gaan op zoek, want ja? ik zou het heel graag lezen. Ja. Ik zou eens willen weten wat er verteld is tussen die twee mensen. Ja. Want uiteindelijk kan je als ouder, als mama, nooit helemaal verantwoordelijk zijn voor wat jouw kind doet. Op een bepaald moment los je jouw kind, denk ik dan. En, En ja, je weet niet hoe dat er nog altijd kan te wachten staan eigenlijk. Ja. Hè? Je bent ook, want Vivian de Munck speelt dit natuurlijk meesterlijk, speelt magistraal. Ben je ook een beetje fan van? Of toch wel, enorm. Ja, enorm. Ja, want in de film van Sprakeloos is ze fantastisch. In Niet Schieten, dat zijn zo rollen. Ja. Zij kan zoiets iets brengen waar je in vastgenomen wordt. Dat je zo ontroert, zo echt speelt ze dat. Ja. Ja. Kan je dan voor, want ze speelt ook niet alleen film op televisie, Man en Macht. Ik was ook gek van haar rolletje in Professor T. Ja, Kan je ontroerd zijn en dan tot tranen toe in een zaal zitten en naar haar kijken? Ja. Ja. Dat is mooi, Zeker. Dan ben je een goed acteur. Hè? Ja. Welke thema's, Anita, liggen jou nou aan het hart? In kunst of literatuur of theater? Ik vind dat theater u altijd soms een spiegel van de ganse samenleving geeft. En u om soms anders laat kijken naar dingen. Wil dat ook zeggen dat theater best wel wat moeilijk mag zijn? Ja. En jou uit jouw comfortzone afhalen? Ja, toch wel. Ik heb dat liever eigenlijk. Ja. Dus ja, is goed, een goede feel-good film of een gewone soap is voor jou iets te braaf dan? Ja, iets te braaf, ja. Ik kan wel genieten gelijk van een kolderbrigade of zo. Dat er wel humor is en dat wel, hè. Gens toneel. Ja. Dus daar kan ik wel van genieten, hè. Mm-hmm. Maar zo, ja, zeemzoet, niets is zeemzoet, hè. Nee. Nu, je komt uit Gent. Gent, los van de scene in Gent, daar is natuurlijk heel wat cultuur en heel wat te beleven. Dan kom je naar Eeklo, was je al blij dat er een herbakker was waar op zijn minst jouw portie cultuur kon krijgen. Maar ook in NT Gent was je eigenlijk redelijk actief. Ja. Er was een promotieteam opgericht en ik heb mij daarvoor ingeschreven. En wij hebben nog altijd vrienden onder elkaar, zijn nog altijd vrienden onder elkaar gebleven. En dan spraken wij af de zaterdag voor affiches te gaan uithangen. In de cafés of in de restaurants, daar kregen we dan een lijstje mee. En achteraf gingen we dan een glaasje gaan drinken of zo. Maar als we dan ambassadeur waren van een stuk, konden wij het begin, het starten van een nieuw theaterstuk, meevolgen. Dus, en wij zagen die opbouw en dat was zo plezant om mee te maken van zo dichtbij, moet ik zeggen. Van de eerste letter op papier tot de laatste lichtstand op scène. En dan gingen we naar de première, maar we probeerden ook altijd nog een kaartje te hebben voor de laatste vertoning. Omdat er tussen de première en de laatste vertoning nog zoveel anders veel gebeurt. Kon veranderen. Ja. Ja. Heb je zelf ook ooit de zin of de goesting of de ambitie gehad om te spelen, om zelf op scène te staan? Ik heb nog wel gezongen, maar dat was dan een hulpkoor in de opera van Gent. Maar dat is heel lang geleden. Ja, okay. Een hulpkoor klinkt ook een beetje Toeringwegen-hulpachtig. Maar goed, wat... je bent niet van het Eeklos, van het Meetjesland, dus misschien wat moeilijk voor jou om een Meetjeslandse artiest even eruit te halen waar je naar opkijkt. Maar laat het ons een beetje ruimer maken. Je mag ook een Oost-Vlaamse artiest, acteur of muzikant eruit halen. Naar wie kijk jij op of wie zeg je? Wel, ik heb nu naar de Herbakker TV gekeken. En daar staat een monoloog met Bob de Moor. En die zou ik zeer graag zien in Herbakkers. En ik hoop dat dat op programma komt, want ik vind het echt tof om te zien. Heb je van Bob de Moor nog dingen gezien? Ja. Bob de Moor heeft voor mijn verjaardag, als ik 50 was,
een monoloog komen geven voor mijn vrienden en mijn familie. En ik ben hem altijd blijven volgen. En zowel in Arca of in andere theaterzalen waar hij optrad. En zeker in de Gentse feesten, ja. Daar ging ik daar ook naartoe. Of in de Minaar. En ben één keer naar het Theater aan Zee geweest in Oostende. En dat was een zeer snikhete dag. En dat was in een boot. En daar gaf hij Olivetti 82. Mm. En hij zat te zweten, te zweten. Ik had daar zo gevoel met die man. Bij ons liep het over ons rug, maar hij zat dan nog in de spotlights. Ja. En ja, maar dat was fantastisch. Ja, ja. Dus ook naast Vivian de Munck stiekem een beetje fan van ja, Voldemort. Ja, toch zeker. Waar? Okay. Ja. Je hebt je 10 jaar, al 10 jaar op de zeteltjes gezeten in onze cultuurtempel van het Meetjesland. Zijn er voorstellingen of een voorstelling, los van die je daarnet even besprak van de gedoemde moeder, waar je die blijven hangen zijn, die blijven kleven zijn, waar je van denkt van wow, dit was straf? Ja, dan zou ik Daan Hugaard nemen. Maar Spaans Krijt, dat was ook zoiets, ook een op juiste feiten. Ja. Hè? Dus kinderen die in de burgeroorlog zaten in Spanje, die dan naar België kwamen, voor hier dan bij pleegouders opgevoed te worden. En ja, zo heel zijn verhaal, ja, dat was ook zo levensecht gebracht. Ja. Ja. Daan Hugaard, ook een Gentse acteur, ja. Die veel mensen alleen maar kennen van zijn rolletjes uit ja, thuis. Jammer genoeg, ja. Maar het is een veel straffer acteur dan wat hij in de soapserie brengt. Ja, zeker. Zeker, ja. Moeite waard. Toch wel, mooi. Anita, we zitten hier nu in een lege zaal en dat is al een tijdje zo. Ja. Wat heeft die lockdown met jou gedaan en hoe heb je het hele opgehokt zitten, wat verteerd en geen cultuur kunnen zien, geen musea, geen voorstellingen kunnen gaan bezoeken? Ik vind het heel jammer voor al die pareltjes die me missen. Hè? Maar ik ben er zeker van dat dat gaat terugkeren. Moeten we nog gewoon een beetje geduld hebben. Hè? Want we zijn dan wel een beetje beu van voor televisie, de soaps en de series en alles te zien. We willen echt iets beleven in een theater. Met echte acteurs en mooie stukken. Ja. Ja. Ik verlang daarnaar. Zoals zoveel. Zijn er dingen die je kunnen ontdekken hebt of kunnen doen hebt omdat je niet zeg maar wekelijks hier in de zetel zat? Goh ja, je kunt meer genieten van de natuur nu je gaat buiten. Hè. Je gaat naar het Geldenpark of je gaat naar het Leen of je gaat ergens naartoe. Je bent een goede promotor van Eeklo aan het worden. je mag. Ja, en je kookt. En ja, dat is niet zo goed voor de lijnen, want daar komen wel kilootjes bij. Maar ja, als het dat maar is, hè. Ja, als je gezond kunt blijven en de regels kunt volgen. En een beetje geduld kunt oefenen, dan komt alles oké. Kijk eens aan, met deze wijze woorden, Anita, gaan we dit gesprek afronden. Super bedankt om hier bij ons op het podium van Herbakken te komen zitten. Ook u bedankt om te kijken. Als u nog niet geabonneerd bent op Herbakken TV, doe dat dan nu. En hopelijk zie ik jullie snel terug in een nieuwe aflevering van De Favoriet Van. Tot dan.